En we hebben het niet gehad over zelfliefde. En dat is wel iets waar ik heel veel mee bezig ben in mijn leven. Misschien is dat interessant om daar kort over te babbelen. Maar ik weet niet of je daar zin in hebt. Tuurlijk. Doe maar. En ja. Is dat dan een thema die recent in je leven? Of is dat iets al door heel je leven dat speelt? Ik denk dat ik dat als kind heel hard had. En dan is dat weggevallen bij mij doorheen de jaren, door wat ik dan had meegemaakt. Er zijn een paar gebeurtenissen geweest in mijn leven, waardoor dat ik geen zelfliefde ervaarde. Mm-hmm. En dan heb ik dat terug kunnen ontdekken in mijn leven. En nu zit ik op een punt, en ik denk dat ik dat zo nog wel wil meegeven. Wel heel hard aan vrouwen, maar eigenlijk ook aan mannen. Hè. Dat zelfliefde veel meer gaat dan alleen maar over je lichaam. En zelfliefde, dan denk ik dat heel veel mensen niet leggen met ik hou van mijn billen, ik hou van mijn kilo's, ik hou van hoe dat mijn benen eruit zien, of mijn gezicht, of mijn haren, of weet ik veel wat. En dat gaat daar zeker en vast over. Body acceptance, body positivity, daar ben ik heel veel mee bezig met vrouwen dat ik begeleid. Maar dat gaat ook tot op zielsniveau. Ja. Het gaat echt over je eigen ziel graag zien. En wie zijt jij als ziel als alle maskers wegvallen? Grappig in deze tijd om te gebruiken. Want in deze matrix, waar alles in ons gezicht duidelijk wordt eigenlijk. Maar als alle maskers afvallen, wat is er dan nog over? En kunnen dat graag zien? Ja. En hoe gaat je dat accepteren, wat er daar dan voor u staat? En hoe gaat je daar liefde naar sturen? En hoe gaat je daarmee omgaan? Met al het mooie, het slechte. Hoe gaat je schaduwwerk accepteren? Ja. Hoe gaat het licht schijnen op je schaduw? En daar ook van houden. Van het feit dat er gewoon ook donker is. Welkom bij What's On Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.